is 6 minuten voor 30 en om 16:30 gaan we online. We hebben nog een half uurtje verschoven, omdat veel moest gebeuren. Hier is het korte verhaal dat ik met jullie wil delen hierover. Het gaat om het volgende. Afgelopen 1 jaar heb ik in mijn omgeving zitten kijken naar personen die een klein bedrijfje hebben. Ondernemende jonge mensen die een leuk concept hebben bedacht, die een bedrijfje hebben opgezet, maar net niet naar het volgende stap toe kunnen gaan. Dus ik heb een beetje in mijn omgeving gekeken en naar concepten gekeken en naar personen waarvan ik dacht oké, daar zit wat in. Dat verdient om verder te groeien. En het idee was en is dat ik naar zulke bedrijven zocht om erin te investeren. En met investeren bedoel ik niet alleen met geld, financieel, maar ook met middelen, zoals de goede webshop laten bouwen, designwerk, marketing. Ik heb inmiddels mensen om me heen die dat soort dingen doen. Ik ben een conceptdenker, dus ik heb ook altijd gekeken naar dat het een bedrijf moet zijn die conceptmatig, waar je iets leuks van kan maken. En een voorwaarde voor mij om ergens in te investeren is wel dat ik erin kan participeren. En mijn creativiteit erin kwijt kan. En mijn kennis en mijn middelen en mijn netwerk alles in kan zetten om het bedrijf vooruit te brengen. Goed, afgelopen 1 jaar heb ik op die manier rondgekeken, wat gesprekken gevoerd. En er is tot nu toe niks uitgekomen. Maar toen kwam het idee. Ik denk 2-3 maanden geleden zei ik eigenlijk tegen mijn vrouw: jij wilde altijd een bedrijf beginnen. Waarom gaan we dat niet doen? Toen zei ze: ik wil iets met interieur gaan doen. Nou, toen zijn we samen gaan zitten. Zijn we gaan denken: oké, wat is één iets van interieur in huis en daar een merk omheen kan bouwen en een beleving omheen kan bouwen en daar heel specifiek iets mee kan doen. Toen hebben wij kaarsen bedacht. En toen zijn we gaan brainstormen. Kaarsen zijn sferen, je wil sfeer creëren. Toen dachten we sferenkaarsen, sferenkaarsen.nl. Nou ja, uiteindelijk zijn we het concept gaan uitbouwen samen. En wordt het haar bedrijf, het is haar bedrijf, zij begint het. Ik help, ik participeer erin mee, zodat zij ook iets opbouwt wat ze leuk vindt. Ik vind het heel leuk dat ze dit doet. Inmiddels is het een officieel bedrijf van mijn vrouw. En het geld dat we hadden om te investeren ergens anders in, hebben we nu gestoken in het opzetten van het bedrijf voor haar. Waar zij haar ei in kwijt kan en haar droom werkelijkheid kan vermaken van een bedrijf opzetten en opbouwen. Dat is het idee eigenlijk. Nog 3 minuten dan gaan we online. En ze gaan heel snel naar beneden. Roa. Yes. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Ja? D? Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Dan gaan we zo live. D, tel jij je af? Ja, oké. 3, 2, 1. Yes. Hey! Hij is er. Oh mijn god, D! dat was confetti. was een feestelijke opening. Leeft iedereen nog daar? George leeft nu nog wel, ja. Zoveel mensen dromen ervan om een eigen bedrijf te beginnen. Hebben vaak ideeën, praten er vaak over, fantaseren er vaak over. Maar heel weinigen die ik ken, die ondernemen daadwerkelijk een actie. Die lanceren iets. Het is letterlijk in het diepe springen. Ik ben ondernemer al best wel lang. En ik weet dat het echt in het diepe springen is. Dat het veel onzekerheden brengt. Krijg ik wel een bestelling? Krijg ik structureel bestellingen? Gaat het genoeg opleveren om uiteindelijk ervan te kunnen leven? Zoveel onzekerheden, zoveel wegen die je nog niet kent. Zoveel paden die je nog niet hebt bewandeld. Zoveel dingen die je moet ontdekken en leren en buiten je comfortzone liggen. Het is zoveel dat mensen gewoon bang maakt om hun dromen na te jagen, om daadwerkelijk iets te beginnen voor zichzelf. Dus het is heel moeilijk om die stap te zetten, om in het diepe te springen en te blijven springen, zeg maar, om niet op te geven in de hoop dat je uiteindelijk zult vliegen. Het is een hele moeilijke proces. Vooral emotioneel is het een moeilijke proces. Inwendig is het een moeilijke proces. Daardoor doen mensen heel vaak niet. Die fantaseren, die dromen erover, die praten erover, maar nemen nooit die stap. Ik begrijp het ook wel, aan de ene kant begrijp ik het volkomen. Daarom heb ik zoveel bewondering voor mensen die wel die stap durven te zetten. Daarom heb ik de afgelopen 1 jaar om me heen gekeken. Wie zijn mensen die een bedrijfje zijn begonnen en naar de volgende stap zouden willen gaan, maar het nog niet helemaal lukt. Omdat het springen is het meest belangrijke wat er is. Dus ervoor gaan. En
Ik vind als iemand dat probeert, moet hij ook alle middelen toegereikt krijgen om het te bereiken. Ik heb ook heel veel steun, hulp gekregen in alles wat ik heb gedaan tot nu toe. En ik heb dus grote bewondering voor mensen die dat durven te doen en in het diepe springen en voor het onzekere kiezen en het risico nemen van een paar honderd, paar duizend euro, je tijd, je energie, alles stop je erin. Heel veel groot respect voor dat. Ook mijn vrouw was een van diegenen die tot nu toe heel veel gepraat en gedroomd heeft van iets voor zichzelf opzetten, maar nooit die stap heeft gezet. En ik ben blij dat ze nu de keuze heeft gedaan om wel in het diepe te springen, om wel iets voor zichzelf te beginnen, om wel voor de onzekerheid te gaan, om wel dat proces van onbekende paden bewandelen, aangaan om iets op te bouwen voor zichzelf waar ze haar passie, haar energie in kwijt kan. Dus ja, ik ben trots op je. Je hebt het hele proces van de afgelopen weken, het opzetten ervan, het managen van alles. Ik vind dat je het super hebt gedaan. Gefeliciteerd met de lancering. Ik ben super trots op je. Heel veel succes met deze avontuur. Geniet van het proces. Ik geloof in je. Ik geloof in je concept. Ik geloof dat je er iets heel moois van gaat maken. Dus mijn support heb je. Ik sta naast je. Let's do this. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Ook hieronder voor meer video's. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.